feesten hier, maar ook de jury. Wat de jury van de 5 kandidaten vindt die hier vanavond op het podium hebben gestaan. Dus ik wil graag het woord geven aan de voorzitter van de jury, Michael Kamp. Wie wordt nachtburgemeester voor de komende 2 jaar? We wilden eerst een respons geven op jullie keuze. En over Cheryl, waren wij eigenlijk meer enthousiast dan jullie. Wij vonden het jammer dat zij bij jullie op nummer 4 is geëindigd. Wij vonden haar namelijk charismatisch. Ze heeft een winning smile. Ze heeft de X-factor. Ze is heel erg helder. En we zien eigenlijk graag haar in de toekomst meer. Tot we kom maar even naar voren. Kom maar even naar voren. Kom. Dan Arthur. Arthur weet wel te wagen. Arthur laat mensen nadenken. Arthur inspireert en laat nieuw nachtlicht op de stad schijnen. Rogier. Rogier is clever. Rogier heeft een netwerk. Rogier, we zijn ontzettend benieuwd wat jij als culturele ondernemer de stad gaat laten zien wat je te bieden hebt. Mirik, wij vinden je een realist. We vinden je gewicht hebben. We vinden dat je kennis hebt. Helder en je weet goed in te spelen op de antwoorden. En je hebt een hele sterke presentatie gegeven. Visie en een helder betoog. Oeja. We zien in jou een wethouder meditatie. Oeja, alles draait om liefde. En uiteindelijk is het daar waar het om gaat. Dat vinden we heel belangrijk. Wethouder meditatie. Isis, aan jou het woord. Oké, nou, ik heb net even boven in de kleedkamer gezeten met de jury. En ik kan je vertellen, het was echt een nek-aan-nek race. Het was ongelooflijk. We hebben echt bloed, zweet en tranen erop zitten. Om te beslissen wie uiteindelijk de nieuwe nachtburgemeester zal zijn 2012-2014. Helaas kan er maar één iemand de nieuwe nachtburgemeester van Amsterdam zijn. Sowieso om te beginnen. Dankjewel jullie allemaal dat jullie er waren. Mensen in de zaal, dankjewel daarvoor. Ik ga natuurlijk zeggen. Ik wil twee dingen zeggen. Ik wil sowieso jury bedanken. Jury bedanken, dankjewel voor jullie oordeel. Dankjewel voor jullie kritische vragen. Top. Wacht even voordat iedereen wegloopt. Top. Bier van tuin, heb ik al. Ik wil twee dingen zeggen. Als Oria te spreken, inderdaad, liefde. Liefde moet je inderdaad hebben. En daar moet je veel dingen combineren. Dus daarom, eigenlijk. Ik heb een aantal dingen gezien vandaag op het podium. Ik heb Cheryl gezien. Ik denk dat je heel veel... Nee, luister. Vandaag ga ik zeker met haar een gesprek over hoe we haar ding kunnen toevoegen hierin.
Daarnaast heb ik gezien, even luisteren jongens, even aandacht. Daarnaast heb ik gezien en de Igo Museum. Als je ziet wat zij allemaal aan het lijsten, wat ze hadden staan, wat ze allemaal aan het doen waren, waar ze allemaal mee bezig zijn. Er zitten super goede projecten in, dus we gaan zeker samenwerken. Dat zou ik echt tof vinden, want ik denk dat jullie echt hele goede dingen hebben. En ik denk dat ook de taak is voor de nachtburgemeester. Rogier, we kennen elkaar, dus wij gaan sowieso ook daarin verder. Ben ik jullie vergeten? Nee, volgens mij niet. Dankjewel allemaal, tof dat jullie er waren. Dankjewel ISIS voor de organisatie van dit evenement. En dankjewel ook de Melkweg dat jullie ons hier willen hebben. Dankjewel, yo! Dan nog één ding, ISIS. Eén ding, ISIS van de wel. Want ze heeft prachtig gepresenteerd, maar ook 2 jaar fantastisch gepresteerd. ISIS, jammer dat je je niet herkiesbaar stelde. ISIS, je had inhoud, visie en je hebt lat heel hoog gelegd. En applaus voor ISIS van de wel.